Hebben jullie er een beetje zin in? Ze moeten nog een beetje wakker worden, maar zin hebben ze zeker. Op de eerste traditionele Koningsdag in jaren maken de Leidse burgemeester Henri Lenfrink en de Oranje Vereniging een tour langs de verschillende activiteiten in de stad. Koningsdag start in de Lage Mors, waar onder begeleiding van de Band of Liberation de vlag wordt gehesen. Daarna brengt het gezelschap een bezoek aan de rommelmarkt in de wijk. Zo'n rommelmarkt als dit, die hoort erbij. En ja, we zien de mensen die halen hun spullen van zolder en uit de schuur. En het is eigenlijk hartstikke gezellig met elkaar. Dus iedere keer is het gewoon hartstikke fijn om hier te zijn. Wat zijn de leukste wijken in Leiden? Ja, ze zijn allemaal even leuk. En overal zijn leuke dingen te doen. En gelukkig doet iedereen het net anders. Hondenpootjes, hartjes, fruit. Allemaal dat soort figuurtjes. En na een tompoes op het Diamantplein of een verse haring wordt de verjaardag van de koning afgetrapt in de professoren- en burgemeesterswijk. Leve de koning! Hoera! 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 Na een spetterend optreden van Jong KNG wordt de wijk Kronenstein aangedaan. Buurtbewoners hebben een Oud-Hollands spelletjesparcours voor de kinderen uitgezet, waar enthousiast op stelten wordt gelopen, naar eendjes wordt gevist en nog veel meer. Op de Breestraat wordt ook muziek gemaakt. Een voorbijganger neemt spontaan plaats achter de piano. Ik zag hem hier staan en mijn kinderen staan op de vrijmarkt en ik dacht ik ga even spelen. Maar die gaat straks niet met de bakfiets mee? Nee, absoluut niet. Ben je gek. Leuke grap. Verderop zingt een familie voor het goede doel. Wij proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor Oekraïne vanwege de situatie natuurlijk. En nou, samen met mijn zusje en met mijn broertje dachten we dan is het leuk als we de mensen een beetje gaan vermaken met wat nummers, met muziek. Dus we hebben een lijst met verzoeknummers en die spelen we dan. Weet je wat het is? Zij komt naar me toe. Ze vraagt me, ga je lekker? Wat ben je nou aan het doen? En ik kan het niet laten. Nee, ik kan het niet laten. Na een lunch in de bibliotheek van studentenvereniging Minerva deelt burgemeester Lenfrink gouden petjes uit aan muzikale talentjes. Ja, ik vind Surinaamse beats vind ik het leukst om te spelen, want daar zit echt heel veel beats in en dan kan ik ook gewoon leuk spelen. Is dat niet heel moeilijk? Nou, als je best wel lang als je het leert, dan gaat het steeds beter. En zo is het maar net. Via de rommelmarkt op de Hooglandse Kerkgracht rijdt de stoet naar Leiden Zuidwest, waar de sjoelbakken gretig aftrek vinden. Ook wordt er gestoepkrijt, gevolleybald en is er een springkussen voor de kinderen uit de wijk neergezet. Bij zorgcentrum De Parelvissers treden Hugo en Bianca op. Ze zingen Huisje aan de Brug, waar bewoner Wies Café in de jaren 80 een grote hit mee scoorde. De krasse zangeres zong samen met de burgemeester enthousiast mee. Eens per jaar ga ik terug naar mijn huisje aan de brug. Heeft ze het mooi gezongen? Ja, maar prachtig. Ja, het is wel een van uw favoriete nummers en een van uw grootste hits. Ja, ook dat wel. Dat ze maken er heel, maar ik heb veel mooie nummers. Heel veel mooi, wat ik mooi vind. Door naar speeltuin Westerkwartier. Wij doen niet speciaal, ze hebben poffertjes bakken. En eigenlijk zijn we elke dag speciaal. We zijn 7 dagen in de week open, 14 jaar lang al. En dat is onze specialiteit. Dat je nooit te oud bent om te spelen, bewijst de burgemeestersvrouw. Ze vindt draaimolens eigenlijk best spannend, maar kan de verleiding toch niet weerstaan. Was het alles wat je ervan verwachtte? Ja, meer dan dat zelfs, als je er zo vanaf wordt getild. Ja, ja. En de draaimolen op zich? Ja, nee, deze gaat goed. Tijd voor een dansje. Terwijl het gratis Kings World Festival op de Lammermarkt in volle gang is, wagen de Leidse Oranje-liefhebbers zich op de studentendansvloer bij Quintus. Na een proost en een blik op de poppenkast bij het gerecht, vertrekt het gezelschap naar het restaurant van Augustinus, waar de dag met een 3-gangen diner wordt afgesloten.